We naderen zo stil aan het einde van deze actiedag in vooruit, maar we hebben nog een boeiende spreker voor u, professor Paul Verhagen, klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Internationale renommee heeft hij als Freud- en Lacan-kenner, maar bij het brede publiek, zoals dat dan altijd heet, hè, bekend wellicht ook van zijn klassieke liefde in tijden van eenzaamheid, heeft onlangs nog een herwerking gekregen. Vanavond wil hij het met u hebben over het neoliberalisme. Waarom bepaalt dit zo ons denken en laten? Onze identiteit, onze waarden worden er volgens hem door aangetast en à quel prix, tegen welke prijs? Waarom krijgt dat zo'n grote plaats in onze samenleving toegemeten? En eens we dit zouden gaan beseffen, in een juist perspectief leren zetten en het neoliberalisme niet langer ons denken laat bepalen, komt er ook weer ruimte vrij om aandacht te besteden aan dingen die ook van tel zijn, zoals onderwijs, opvoeding, relaties of dus het menselijk kapitaal. Om daartoe te komen is een andere inlevering nodig dan die nu van ons wordt geëist. En misschien worden we daar dan wel wat gelukkiger van. Een interessante gedachte. Een applaus graag voor professor Paul Verhagen. Goedenavond, er staan twee microfoons. Is dit goed? Ja. We moeten reageren, daar heb ik geen enkele twijfel over. Er zijn vragen waarop het antwoord veel moeilijker ligt. Hoe moeten we reageren en tegen wie of wat moeten we reageren? Dergelijke vragen veronderstellen dat er een probleem is en bij gevolg wil ik eerst mijn visie op dat probleem geven. En pas daarna vind ik dat ik kan terugkeren naar die vragen. Niet zo lang geleden werd onze maatschappij bepaald door het samenspel tussen minstens vier dimensies. Het politieke, het religieuze, het economische en het culturele. Waarbij het politieke en het religieuze vlak, zeker in Vlaanderen, de doorslag gaven. Vandaag zijn al die dimensies verdwenen. Politiekers zijn voer voor Geert Gosten, over de religie kunnen we best zwijgen en iedereen is kunstenaar. Er blijft maar één dominant discours meer over, met name het economische. We leven in een neoliberale samenleving waarin alles een product geworden is. En bovendien gaat dat gepaard met een koppeling aan de zogenaamde meritocratie, waarbij iedereen verantwoordelijk geacht wordt voor het eigen succes en dus ook voor de eigen mislukking. Dat is de mythe van de self-made man. Dit neoliberaal vertoog is dwingend aanwezig op alle vlakken. Het bepaalt niet alleen de economie, maar ook de zorgsector, ook het onderwijs, ook het onderzoek, ook de media. En zelfs daar stopt het niet. Het geeft ondertussen ook onze identiteit ingekleurd, waardoor het nagenoeg onzichtbaar geworden is. Vandaar ook het idee dat dit het einde van de geschiedenis zou zijn. Het punt waar we alle ideologieën kunnen opdoeken, omdat het neoliberalisme zich aandient als een weergave van de mens zoals hij is. De mens is nu eenmaal egoïstisch en corrupt, zo luidt het. Enkel uit op het eigen voordeel en genot en altijd in concurrentie met de ander. Survival of the fittest, weet je wel. Wie daar anders over denkt, die is naïef en dom. Get real. Dat is het ironische bevel. En dezelfde ironie ligt in de zogenaamde realpolitiek. Ironie omdat een dergelijke politiek de realiteit waarbij ze pretendeert te vertrekken, gemaakt heeft. In dezelfde beweging heeft men de vorige realiteit zodanig vernietigd dat die voor de jongere generatie letterlijk ondenkbaar geworden is. De slogan van Margaret Thatcher, "There is no such a thing as a society," is 30 jaar na dato overtuigend gerealiseerd. Het is van belang dat we dit beseffen, dat het belangrijkste product van het neoliberalisme onze realiteit is. Kort samengevat, het is een mislukking op economisch vlak, het is een ramp op maatschappelijk vlak en het is ronduit gevaarlijk op psychologisch vlak. Het is een mislukking op economisch vlak en laat dat nu net het domein zijn waar het wel zou moeten werken. Ik ben geen economist. Als leek
deel ik jullie ervaring. Een eengemaakte vrije markt zou te ons betere producten en diensten aanbieden die nog goedkoper zouden zijn ook. In de realiteit is exact het omgekeerde. Als economisch model is het dus mislukt. En nogal wat onderzoek toont aan dat een meer egalitair gerichte economie zowel productiever als efficiënter is. Het Rijnlandse model is stukken beter dan het Anglo-Saxische, dat bovendien een spectaculaire stijging veroorzaakt heeft op het vlak van sociale ongelijkheid. Dat is meteen het tweede punt van mijn probleemanalyse. Het neoliberalisme als ramp op maatschappelijk vlak. Dit is wetenschappelijk zeer overtuigend aangetoond. Op 30 jaar tijd zijn de inkomensverschillen in bijvoorbeeld Groot-Brittannië spectaculair gestegen. Zo spectaculair dat de middenklasse hinder aan het verdwijnen is. Sociologisch onderzoek toont aan dat er een perfecte correlatie bestaat tussen de omvang van de inkomensverschillen enerzijds en zo ongeveer alle belangrijke gezondheidsparameters anderzijds. Ik som even op. Hoe groter de inkomensverschillen in de regio, des te meer mentale stoornissen, tienerzwangerschappen, kindersterfte, agressie, criminaliteit, drugsgebruik, des te lager de gemiddelde levensverwachting, lichamelijke gezondheid, onderwijsresultaten, sociale mobiliteit en ruimer gevoelens van veiligheid en geluk. Bovendien, en dit komt voor veel mensen als een verrassing, bovendien gelden deze resultaten voor alle lagen van de bevolking en blijven dus niet beperkt tot de laagste sociale klasse. Ik ga naar mijn derde punt. Het neoliberalisme is ronduit gevaarlijk op psychologisch vlak. Hier heb ik het voor het eerst als psychoanalyticus recht van spreken. Dit is mijn vakgebied. Het is gevaarlijk omdat dit systeem het slechtste in ons naar boven haalt en het beste onderdrukt. Dit gebeurde voor eerst op de werkvloer, maar ondertussen heeft het ook ten volle ons onderwijs doordesend, waardoor het onze nieuwe identiteit bepaalt. De financiële gevechten tussen de eurolanden illustreren wat een neoliberale meritocratie met mensen doet. Solidariteit wordt een kostbare luxe en moet de plaats ruimen voor steeds tijdelijke coalities, met als voornaamste zorg dat men er meer winst uitgaat dan de anderen. Diepgaande sociale banden met collega's zijn daardoor nagenoeg uitgesloten en een emotionele betrokkenheid bij het werk zelf is er nog nauwelijks en al helemaal niet meer bij het bedrijf. Pesten was vroeger een probleem op scholen, nu is het volop aanwezig op de werkvloer. Als een typisch symptoom van onmacht, waarbij de frustraties afgereageerd worden op de zwakste. Onderhuids leeft er angst, van faalangst tot ruimere sociale angst voor die al te bedreigende ander. Een daling in autonomie en een groeiende afhankelijkheid van externe en bovendien steeds verschuivende normen veroorzaken wat de arbeidssocioloog Richard Sennett heel treffend een infantilisering van de werknemers noemt. Volwassen mensen vertonen kinderlijke woedeaanvallen, zijn jaloers voor trivialiteiten, vertellen leugentjes om bestwil, deinzen vaak niet terug voor bedrog en koesteren leedvermaak en kleinzielige wraakgevoelens. Ik interpreteer dit als de gevolgen van een systeem dat mensen niet toelaat autonoom te denken en te werken. Als je iemand behandelt als een kleinkind, dan is de kans vrij groot dat hij zich ook zal gedragen als een kleinkind. Nog veel belangrijker is de centrale aantasting van het zelfrespect. Dit hangt in grote mate af van de erkenning die wij krijgen van de ander. Dat is de les die doorklinkt van Hegel tot en met Lacan. En ongeweten verwoordt Sennett hetzelfde wanneer hij in de mond van de huidige werknemer de volgende vraag legt. Who needs me? Voor steeds meer mensen luidt het antwoord niemand. Ze maken een deel uit van een groeiende groep afval. Binnen een maatschappij die voortdurend de boodschap verkondigt
dat iedereen het kan maken als je zich maar voldoende inzet, betekent dit dat steeds meer mensen geconfronteerd worden met vernedering, schuld en schaamte. Helaas speelt ons onderwijs daarin een centrale rol. Niet eens zo lang geleden werd de school vooral gewaardeerd omwille van haar maatschappelijke relevantie. De bedoeling was kritische, hoogopgeleide burgers af te leveren die via hun persoonlijke ontwikkeling ook konden bijdragen tot een betere maatschappij. Een dergelijk idee klinkt vandaag ongelooflijk wollig. En het woord burgers doet bij mensen onder de 30 alleen nog McDonald's op. Universiteiten, dat zijn toch kennisbedrijven die competenties moeten ontwikkelen bij hun studenten, zodat ze regelrecht het bedrijfsleven kunnen instappen. Ten einde dit te bevorderen, deden een aantal prominenten een maand geleden heel concrete voorstellen. Verhoog het inschrijvingsgeld voor alle opleidingen die niet aansluiten bij het bedrijfsleven. Verlaag het voor alles wat niet rendeert en die hard leers is en toch kiest voor een niet rendabele opleiding, die moet bestraft worden met een kortere of zelfs helemaal geen uitkeringsgerechtigde periode. Als klap op de vuurpijl kwam het voorstel om kleuters te screenen op hun vaardigheden, zodat ze meteen de juiste economische richting kunnen uitgestuurd worden. De Vlaamse schrijver Mark Reugebrink, vandaag hier ook aanwezig, kaartte die ideeën nog eens aan in een kritisch artikel met als ironische publicatiedatum de feestdag van de onnozele kinderen. De week daarop werd hij door de redacteur Wetenschap van de Standaard te les gesteld. Geesteswetenschappen dragen niks bij, menswetenschappers zouden beter Darwin lezen en met het neoliberalisme is er niks mis. Het feit dat dit soort voorstellen geformuleerd wordt door mensen met macht, dat doet mij rillen. Het moet, zo denk ik dan, ook op die manier begonnen zijn zo rond 1930. Het feit dat er nauwelijks protest komt, ik heb geen enkele Vlaamse rector horen reageren, dat vraagt om verklaring. Waar is de vroegere kritische zin naartoe? Mijn antwoord is dat deze manier van denken ondertussen deel uitmaakt van onze identiteit. De neoliberale reality show dicteert het gewone denken en dus ook het onderwijs. Zonder dat we dit beseffen, denken wij ondertussen zelf neoliberaal en voeden wij onze kinderen zo op. Waarom zijn we dan verontwaardigd als Europees onderzoek uitwijst dat onze scholieren zeer gebrekkige democratische en maatschappelijke attitudes vertonen? Dit is het effect van ons competentiegericht onderwijs, maar dat zien we liever niet. Ook hier is het nodig om de geschiedenis te kennen. Een van de lessen uit de 20e eeuw is dat elke dictatuur het onderwijs aangrijpt om kinderen ideeën op te dringen die voor een pak ellende zorgen en die de ontplooiing tot kritische, zelfstandig denkende mensen heel erg belemmeren. Als resultaat daarvan hingen er terecht stemmen op om de school zoveel mogelijk waardenvrij te maken, wat meteen een van de belangrijkste toepassingen werd van Isaiah Berlin's idee in zaken negatieve vrijheid. Mensen hoeven niet gezegd te worden wat ze moeten denken. Elke vorm van indoctrinatie is een vrijheidsberoving en zeker het onderwijs mag zich daar niet aan bezondigen. Even een technische hapering. Er ontbreekt een bepaald papier in mijn lezing. Ik ga dat stuk zo voor de vuist wegvertellen. Het is van belang de geschiedenis te kennen om te snappen hoe het komt dat ons onderwijs die richting uitgegaan is. En dat is het verhaal van het competentiegerichte onderwijs. Dat begon goed in die zin dat wij onze kinderen de vaardigheden willen aanleren die ze nodig hadden om in het beroepsleven hun weg te kunnen vinden, los van allerlei morele verplichtingen enzovoort enzovoort. Dat klinkt dus goed. Maar binnen de kortste keren ontstond er een betekenisuitbeelding. Die vaardigheden waren eerst alleen maar praktische vaardigheden.
talenkennis bijvoorbeeld. Maar dan werd het plots ook een persoonlijkheidskenmerk of persoonlijkheidskenmerken, flexibiliteit. En nog een stap verder ging het over de persoonlijkheid als dusdanig. We moesten onze kinderen vormen tot ondernemer van zichzelf. Ze werden ondernemingen op zich die hun kennis, hun vaardigheden moesten kapitaliseren. Dit zijn termen die je stuk voor stuk vindt in onderwijsteksten. En dan zijn we verwonderd dat hun eerste vraag de volgende is: wat brengt het op? Wat brengt het op voor mij? En dan zijn we verwonderd dat ze inderdaad als ondernemer van zichzelf in competitie gaan met anderen en eigenlijk niet bereid zijn om samen te werken. En een dergelijk systeem waarin succes dan de voornaamste maatstaf is, ja, dat betekent dan automatisch dat er een heel grote groep verliezers ontstaat. En die verliezers vallen uit de boot vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het voornaamste scheldwoord op de speelplaats van de lagere school kent u ongetwijfeld: loser. En die kinderen moeten vanaf de leeftijd van 10 jaar met dat centraal identiteitsidee opgroeien, dat zij aan het verliezen zijn. En verliezen doen ze. Dit is een ingreep op het niveau van de identiteit, waardoor wij inderdaad nu heel veel jonge mensen hebben die op die manier gaan denken. Terzelfde tijd heeft die vorm van denken of die vorm van onderwijs ook een aantal normen en waarden van tafel geveegd, met een aantal positieve gevolgen en met een aantal negatieve. En dan kom ik bij de Poolse Britse socioloog Zygmunt Bauman, die de paradox van onze tijd zeer mooi samenvat. Nooit waren wij zo vrij, nooit hebben we ons zo machteloos gevoeld. We zijn vrij in de betekenis dat we op religie kunnen spuwen, dat past wel op met de islam en het jodendom, dat we op seksueel vlak zo ongeveer alles moeten uitproberen wat vroeger verboden was, en dat we om het even welke politieke stroming mogen aanhangen. Dat kan allemaal omdat die zaken geen enkel belang meer hebben. Het is de economy, stupid. Tegen wie of wat we dan wel moeten reageren, is hoogst onduidelijk. Iedereen klaagt over het systeem, maar niemand krijgt het te pakken. Vandaar onze machteloosheid en het daaruit voortvloeiend zogenaamd zinloos geweld. De stakingen van de vorige eeuw hadden effect, omdat er een duidelijke vijand was: de patrons. Die zijn er niet meer. In de plaats daarvan zijn er ratingbureaus, beurzen en vergaderingen van aandeelhouders. Psychoanalytisch beschouwd is de huidige staking niets anders dan automutilatie. De zelfverwonding van een patiënt die alle greep op zijn leven verloren is en dan naar gaat kerven in zijn eigen vlees. Net zoals de werkloze, hoogopgeleide jongeren in de Franse banlieues hun eigen leefomgeving vernieuwden. En morgen gaat alles weer zijn gewone gang, met die verstande dat de patiënt nog wat meer patiënt geworden is. De hamvraag wordt dan: hoe kunnen we dit anonieme systeem zonder centrum aanpakken? Het toverwoord is inlevering. Dat horen we overal. Maar over de invulling daarvan lopen de meningen uiteen. Inleveren om de economie, begrijp om het neoliberalisme in stand te houden, dat getuigt van domheid en onethisch besef. Inleveren om het systeem te veranderen vraagt inzicht en moed. Eerst dan vooral economisch, op macro sociaal vlak. Mijn kennis daarover is heel erg beperkt, maar ik lees dat nogal wat specialisten het eens zijn over de noodzakelijke maatregelen. Splits de spaarbanken volledig van beleggingsbanken. Belast inkomsten uit arbeid zo laag mogelijk, uit beleggingen en speculatie zo hoog mogelijk. Beperk inkomensongelijkheid tot normale proporties. Zorg voor een transparante vennootschapsbelasting. En uit mijn ervaringswereld voeg ik daar nog de volgende dingen aan toe. Laat onderwijs weer beelddoen worden met een uitdrukkelijke aandacht voor ethiek, gedragen door leerkrachten met autoriteit en vergeet dat competentiedenken zo snel mogelijk. Maak de zorgsector weer onafhankelijk van de commerciële wereld, herstel de publieke ruimte en investeer in alles wat echte sociale netwerken bevordert. Dergelijke beslissingen moeten op het politiek niveau gebeuren en liefst op Europese schaal. Dezelfde specialisten spreken over een verziekte politiek
die niet in staat is beslissingen te nemen en die alle heil van elders verwacht. Dat elders is er niet. In plaats van de huidige grijze muizen hebben we dringend nood aan verschillend gekleurde politieke partijen die elk hun eigen ideologie naar voren schuiven in democratische concurrentie met andere ideologieën. Op dat vlak volg ik de goal. La politiek ne se fait pas à la corbeille. Politiek gebeurt niet op de beurs. De economie moet ondergeschikt zijn en blijven aan de maatschappij. Niet omgekeerd. Overigens, dat er ingeleverd zal moeten worden, dat staat als een paal boven water. In het Westen leven wij zeer ver boven onze stand. Maar die inlevering moet de maatschappij ten goede komen, niet de economie. En wie dat een verrassende uitspraak vindt, die moet vooral heel erg verrast zijn over zichzelf. Vervolgens de maatregelen nodig op individueel vlak. Bipolaire stoornis, vroeger bekend als manisch depressief, is bij uitstek de aandoening van het neoliberalisme. In beide gevallen, ADHD en depressie, zijn we ervan overtuigd dat de oorzaak buiten ons ligt. Dat er ergens een magische pil is of een nieuwe vurer die ons zonder eigen inspanning zal verlossen van onze kwalen en van het kwade. Niet dus. En we beseffen nauwelijks dat we daarmee exact hetzelfde doen als wat we onze politici verwijten. Zoals ik al zei, ondertussen zijn we allemaal neoliberaal. Het zit in ons denken en in ons gedrag. En het is vooral daar dat er een grondige verandering moet gebeuren. De eerste belangrijke stap is het afstand nemen van het huidige cynisme waarin vooral mijn generatie vervallen is. Het cynisme waarmee we de neoliberale constructie voor exclusieve waarheid aannemen. Ja, het egoïstische, het competitieve, het agressieve zit in de mens. Dat is de banaliteit van het kwaad. Maar het altruïstische, het willen samenwerken, de solidariteit, de banaliteit van het goede, dat zit evenzeer in ons. En het is de omgeving die beslist welke kenmerken er dominant naar buiten treden. Die omgeving maken we grotendeels zelf. Op de koop toe is er meer dan voldoende bewijs dat wij ons veel en veel beter voelen wanneer we iets betekenen voor een ander en daarvoor erkenning krijgen. Een dergelijk geluksgevoel staat in schril contrast tot de typerende gemoedstoestand van vandaag, met name depressive hedonia, depressief genot, een rake uitdrukking van Mark Fisher. Een depressief iemand is heel vaak depressief op grond van machteloosheid. Ik kan niets doen, niets helpt. Het is de schuld van mijn genen, van mijn ongelukkige jeugd. Vaak is dat tot op zekere hoogte juist. Maar als overtuiging belet dit verandering. Een depressieve patiënt kan slechts uit zijn depressie klimmen als hij dat andere stuk aangrijpt. Een stuk waar hij nog beslissingsrecht heeft en waar hij zelf een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Dat geldt ook voor de depressieve consument die we vandaag allemaal zijn. In plaats van consument moeten we terug burger worden. Weer zo'n volgwoord. Burger. Als wij de politiek willen onderwerpen aan het algemeen belang, en dat is meer dan ooit nodig, dan moeten wij zelf dit algemeen belang naar voren schuiven in plaats van onze privébezonjes. En ook dat zal een grondige inlevering vragen. Een inlevering die noodzakelijkerwijs gepaard moet gaan met de uitbouw van een nieuwe ethiek. Nieuw, omdat een terugkeer naar die van vroeger zowel onmogelijk is als wat mij betreft niet wenselijk. En bij wijze van besluit geef ik daartoe een aanzet, geïnspireerd door de laatste lessen van Michel Foucault. Het kan misschien vreemd klinken, maar een eigentijdse ethiek kan best aansluiten bij de hedendaagse individualisering, met als sleutelbegrip de zorg voor zichzelf. In het licht van wat ik verteld heb, klinkt het vreemd. Zijn individualisering en een overdreven zorg voor zichzelf niet precies de oorzaken van de huidige ellende? Een dergelijke reactie toont hoezeer het neoliberalisme ons ervan overtuigd heeft dat zorg voor zichzelf neerkomt op puur
materieel eigenbelang. En dus automatisch in concurrentie treedt met het eigenbelang van die ander. Een dergelijke overtuiging is exact het tegenovergestelde van de zorg voor zichzelf, wat er voorbij gaat aan twee centrale vragen. Wat is het goede leven voor mij? En hoe kan ik dat vormgeven in verhouding tot anderen? Op die vragen zijn er nogal wat verschillende antwoorden mogelijk, maar daarbij zal elk ethisch stelsel hetzelfde centrale element naar voren schuiven. Het goede leven en de vormgeving daarvan in de verhouding tot anderen moet gebaseerd zijn op zelfbeheersing. Dit staat lijnrecht tegenover de huidige verheerlijking van limietloos consumeren, het shoppen en de verplichting tot groei. Zorg voor zichzelf komt stevast neer op matiging en moed, waardoor men geen slaaf meer is van het eigen lichaam, nog van dat van een ander. Laat staan van de hedendaagse verplichting tot depressief genot. Op dat vlak inleveren betekent kiezen voor het goede leven. Een dergelijke zorg voor zichzelf leidt tot een bewust burgerschap, waardoor er een vervlechting komt met de zorg voor de ander. Op zijn beurt zorgt het voor zinverlening. Zinverlening die met anderen gedeeld kan worden. En dat kan dan de basis worden voor een collectief verzet. Een collectieve reactie die vandaag inderdaad meer dan nodig is. Een collectieve burgerlijke ongehoorzaamheid tegen onethische regels zal veel doeltreffender zijn, denk ik, dan een algemene staking die het huidige systeem vermoedelijk alleen maar sterker maakt. Dank u. Dankjewel, professor Verhagen. En ja, stof genoeg alweer om over na te denken. Laat dat ook het eerste doel geweest zijn van deze actiedag van Vooruit. Zoals Guillaume van der Stichelen het zo mooi en juist verwoordde vandaag op de site ook van westrikeback.be. Hij schreef: een eerste wondermiddel in een discussie is ruimte geven aan het andere gelijk. Gelegenheid geven aan iemand om zijn of haar verhaal helemaal af te maken zonder onderbroken te worden. Luisteren betekent niet noodzakelijk gelijk geven. We leven in een tijd waarin verschillen van mening al snel wordt gezien als ruzie maken. Dat is niet nodig. Je kan het perfect oneens zijn met elkaar en toch beleefd blijven en een voor beiden verrijkend gesprek voeren. Meer nog, we gaan het wel moeten leren als we niet zoals vroeger ons gelijk willen gaan halen met knotsen en kogels. Dat is dus een beetje wat we hier getracht hebben vandaag te doen. Laten we dat vooral ook blijven doen, want zoals ook Hans Soete aan het begin van de avond zei, de discussie zal ongetwijfeld blijven woeden. 29 februari dreigt alweer ook zo een actiedag te worden, een confrontatie te worden, maar wie weet brengt overleg in deze enige uitweg. Voor nu wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid, uw input, uw luisterbereidheid. Ik wil ook in naam van Vooruit alle mensen danken die van verre of van dichtbij aan dit project hebben meegewerkt. Debaters, organisatoren, achter de schermmedewerkers, kunstenaars, u allemaal. Het was kort dag, maar het is toch gelukt. Maak er nog een fijne avond van en geniet van de nacht. Dank u wel.